Hoe heet de president van Amerika? Nu heb ik de stoel en dan de volgende stap is denk ik je vriendin. Nou moet je niet boos worden, René. Want jullie zijn zulke soort grote paden niet gewend. Ik ben een driver, je weet zelf. Rustig aan. Okay. Auw! Welkom bij Casa Covina, aflevering 3. Jazeker. Zoals je misschien weet hebben wij de vorige aflevering allemaal dingen, stickertjes gegeven van wat wel mee mocht en wat niet mee mocht. De foto. De foto. Daar gaan we. Rood en groen. Jij hebt groen. Ik heb groen. En ik heb rood. En een aantal van de dingen met een rode sticker heb ik hier achter me staan. Dus de dingen waarvan Nina en ik allebei zeiden, oké, ja, dat mag wel zeg maar even ophoepelen. Dus dat ga ik vandaag proberen te verpatsen. Niet voor geld, maar voor content. Yeah. Jazeker. Deze ga ik niet aan iemand geven, want dat vind ik een beetje nasty. Dat er een of andere oude man is met die dingen in zijn slaapkamer. Zag het een beetje vet uit? Ja? Het voelde heel stom. We zijn in de Javastraat op het Javaplein. En dit is gewoon één grote gezelligheid. Kijk daar, allemaal strijders en zo. Mensen met kinderwagens en jongeren. Nou ja, ik denk dat ik het hier echt binnen een kwartier allemaal kwijt ben. Mocht je nou afvragen, wat gaan we precies doen? Nou, dit is het plan. Ik ga hier al mijn spulletjes neerzetten. En dan komen er allemaal mensen langs en die denken, nou, ik zou dat wel willen. Nou, ik zou dat wel willen. En dan zeg ik, oké. Je hoeft niet te betalen, maar je moet wel even één vraag goed beantwoorden. En als ze die vraag goed beantwoorden, dan mogen ze het meenemen. Als ze het fout beantwoorden, dan moeten ze oprotten. Oprotten! Zo simpel is het. Jazeker, dames en heren. Het is gratis. Welkom op de markt. Ja, je moet van je spullen af. Dus dit. Dit gaan we gewoon. Dit is gratis. Dit is gratis spul. Het is nog niet heel druk. Kom er even bij. Alles goed? Yes. Hoe heet je? Alex. Jackie. Aydin. Bridget. Ik ben Brahim. Abdullah. Lara. En? Gert. Lisbeth. Jij mag één van deze spullen gratis hebben. Ja. Maar dan moet je wel één vraag goed beantwoorden. Oké. Wat zou je, hè, als je iets moet uitkiezen? Ja. Ook als je niet mee wil nemen, dan mag je het alsnog uitkiezen en dan flikker het gewoon in de bus. Wat zou je dan willen? De trappaal. Ik zou voor de trampoline gaan. En dan? Ik vind die radio wel heel leuk. Doet hij het ook nog? Hij doet het. Nou, te gek, dan neem ik die mee. Komt hij op kantoor? Niet zo snel. Oh, sorry. Want u moet nog wel even een vraag goed beantwoorden, Jackie. Dat is goed. Oké, dan neem ik die lamp. Ik zou denk ik wel de trampoline nemen. Oh, de trampoline. Oké. Moet je wel eerst even deze vraag goed beantwoorden, Aydin. Iemand uit Nederland noem je een Nederlander. Iemand uit Indië noem je een Indiër. Iemand uit België noem je een... België. Ja, dom. Belg. België. Ja, niet slim. Belg. Een Belg. Dat is goed. Yay. Feest met je lamp! Dankjewel. Later. Maak dit gezegde af. Wie het eerst komt... Wie het eerst komt... Wie het eerst komt... Wie het eerst komt... Ja? Die. Oh, wacht, ik heb hem. Wie het eerst komt mag het hebben. Wrong. Nee, het geeft niet. Ja, je hebt helaas een trampoline verloren. Helaas, Alex. Mag niet uit. Oké, later. Spel het woord pannenkoek. P-A-N-N-E-N-K-O-E-K. We hebben een winnares. Jackie. Dankjewel. Geniet ervan. Ga ik doen. Het kabeltje zit er niet bij. Jammer. Kom erbij staan. Nee. Ja? Nou, kom toch maar even spontaan aanlopen. Hallo. Hey meneer. Alles goed? Ja, lekker. Ja? Je? Als je de Nederlandse vlag een kwartslag draait naar rechts, welke vlag krijg je dan? Rood, wit, blauw, Duitsland niet, dan wordt het een Frans vlag. Of is het Belgisch? Het is Frans. Weet u het zeker? Nee, maar ik gok erop. Ik zou nog iets langer gokken. Kwartslag naar rechts, zei u? Ja. Oh ja, nee, ik stond naar links. Ik denk België. Dat is helaas fout. Oh, jammer. Nou ja. Het was Frans. Dat zei ik! Stel je voor, je hebt een emmer met 1 liter water. En je gooit het in 2 emmers van een halve liter. Hoeveel water heb je dan? 1 liter. Je hebt het goed. Ik
weet dat. Ik zal het lampje even pakken. Welke van de lampen wilde je eigenlijk? Of nee, ik wil dit. Wil je dat? Ja, dat was niet de afspraak, hè? Grapje, Bridget. Neem lekker mee. Goed gedaan, Bridget. Applaus voor Bridget. Abdullah, bereid je goed voor. Doe je het een beetje goed op school? Ja. Ja, doe je best? Ja. Hou je goede cijfers? Ja. Ook slechte cijfers? Nee. Nou, soms. Niemand liegt tegen mij. Niet voorzeggen? Ja. Nee, nee. Ik doe niet mee. Wat is zwaarder? Een kilo bakstenen of een kilo veertjes? Een kilo bakstenen. No, God! Of wat? Jouw tijd komt nog wel, Abdullah. Succes! Dankjewel. Je mag gaan. Druk de breuk, 3/4 uit in procenten. 75%. We hebben een winnaar! Ja! Wat gaat er door je heen? Ik word er helemaal emotioneel van. Ja, dat snap ik. Een hele fucking krabpaal. Want jullie zijn zulke soort grote palen niet gewend. Phil, hi. Filias. Joe Molema. René. Kerry. Ilham. Jano. Jano? Ja. Hoe schrijf ik dat? J-E-A-N-O-T. Jano. Oh, dat is Franse naam. Ja, mijn achternaam ook. Wat dan? Marie-Claire. Bos. Wat kies je uit? Trampol. En de tafel vind ik echt geweldig. Ik vind het wel een mooie stoel. Iets, ja, kijk, ja, prachtige stoel is het. Mijn vriendin heeft hem in elkaar gezet. Ja, dat wil ik wel helemaal. Voor de kijkers thuis, wij hebben wel een seks. René. Wat neem je mee? Dat is een hele moeilijke vraag. Want daar zit geen gloeilamp in. Die heb ik al en mijn kat is overleden. We spelen voor het krijtbord. Maar je moet wel eerst even een vraag beantwoorden. Oké. René. Hoe heet de president van Amerika? Trump. Volledige naam? Donald Trump. Hou jij van zitten? Ja. Dat is maar goed ook, want jij bent de winnaar van de stoel. Yes! Wat gaat er door je heen? Blijheid. Wil je nog shout-out doen? Nee. René. Maak het volgende spreekwoord af. Wie niet sterk is... wie niet wint. That is not correct. Yeah! Heb ik het goed? Hoe vind je zelf dat het gaat? Goed. Dus wie niet sterk is, moet slim zijn. Oh! Maar ja, goed hè. Sommige mensen zijn beide niet. De hoofdstad van Afrika is... Afrika is een continent. Het heeft geen hoofdstad. Je hebt het hartstikke goed. Yes. Wat gaat er door je heen? Nu heb ik de stoel en dan de volgende stap is denk je vriendin. Zo, wat heeft aan alle kanten ogen, maar kan niet zien? Nou, ik denk dat mijn febo-pakketje door mijn neus geboord wordt. Nou, ik heb geen idee. Wat is zwaarder, een kilo stenen of een kilo veertjes? Even zwaar. Wauw! Wohoi, yo! Hey, maar ook meteen daar! Ja, fout hoor. Ah, het is wel fout. Leg me eens uit waarom, hoor. Wow, ineens vijandig alles. Nee, je hebt hartstikke hard gewonnen, man. Hoe voel je? Ja, vreselijk blij. Hoe heet onze koning? Koning Willem-Alexander. Kun je goed springen? Ja. Want dat ga jij vanaf nu af aan elke dag doen. Gefeliciteerd met je trampoline, Kerim. Applaus! Voor de tafel. Let goed op. Focus. Noem alle provincies van Nederland. Allemaal? Allemaal. Oké, okay, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg, Brabant, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland. Ik telde er maar 11. Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant, Limburg, Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland. Ik weet al, Zeeland. Hoe kan ik het nou vergeten? Vergeet u zo de Zeeuwse mensen. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Ik kan niet zien hoor. Is hij heel zwaar? Nou ja, hij is niet licht. Spel het woord enveloppen. E-N-V-E-L-O-P-P-E-N.
al PPEN. Heel fout is iets fout. Maar ik heb goed nieuws. Ja, het is goed. Het is verdomme goed. U kunt nog een tweede vraag beantwoorden en dan krijgt u er nog een gratis high five bij. Oh ja, dat is zo'n ding. Kruk de Breuk, 6/8 uit in procenten. 75. Dan heb ik nog een derde vraag. Dat is de allermoeilijkste. Die heeft nog niemand goed geraden. En die is voor? Gewoon voor de eer. Voor een box. Oké, ja, dat is dit. Ja. Wat heeft meerdere ogen, maar kan niet zien? Ik zal een hint geven. Denk aan Yahtzee. Ja, maar dat vind ik dan... Als jij een dobbelsteen bedoelt... Ik vind dat... Het is een beetje een schrikvraag. Want er zijn geen ogen in de wereld van... Een beetje, nou moet je niet boos worden, René. Dobbelsteen. Jeetje, wat goed. Oké, René, dankjewel. Oh, je kreeg ook nog een box. En een high five. En een high five. Okay. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer, was leuk. We hebben nog maar weinig spullen over. We zijn nog steeds live vanuit Amsterdam-Oost, zoals je ziet. Samen met... Eastside, Damsko. Tania. Lieke. Wat kies je uit? Ik heb nog superveel spullen over. Nou, ik heb een vriendin die heeft heel veel katten. Dus ik denk dat ik daar haar wel mee blij kan maken. Doe maar waterkoker. Want je houdt van... Thee. Wat voor thee? Marokkaanse munt thee. Marokkaanse munt thee. Damsko. Doe maar waterkoker. Ook kamille thee? Nee man, daar word ik te rustig van. Damsko, Eastside. We hebben nog één ding over. Maar voordat jij je vriendin blij mag maken met een kattenachtbaan, ja, moet je nog even deze vraag goed beantwoorden. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar. Ik ga het proberen. Noem alle schiereilanden. Schiermonnikoog, Texel, Terschelling. Ik heb ze goed, hè? Zijn dat ze allemaal? Dat zijn ze allemaal. Alle drie. Alle drie. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, namelijk... Ik heb een waterkoker. Je hebt twee schiereilanden gemist. Ga weg, man. Ik zeg het je. Hebben we er vijf? We hebben er vijf. Oké, ja, helaas, je waterkoker... Helaas, man. Dat is kut, dat is kut. Ja. Maar dat maakt niet uit. Ik heb er twee thuis. Wie de fuck heeft er nou weer twee waterkokers? Eentje fix ik noedels in. Later. Niet over mijn voet heen rijden. Nee, maar komt goed. Ik ben een driver. Je weet zelf. Rustig aan. Oké. Auw! Het heeft meerdere ogen, maar het kan niet zien. De mol. Nee, een mol heeft maar twee ogen. Dus ik... Ja, ja, vind ik wel. Een mol. Ja. Kut. Het is wel... Je hebt... Ja... kan ik eigenlijk niet zoveel tegen inbrengen. Ben je er stil van? Ja, het antwoord was dobbelsteen, maar mol is eigenlijk ook gewoon goed. Ja. Neem het mee en verdwijn alsjeblieft. Waarom heeft Tefano altijd domme mensen en ik slimme mensen? Dat klopt niet. Dat klopt niet. Doei doei! Wat kun je niet in een waterkoker stoppen? Nou, heel veel kan je niet in een waterkoker stoppen. Van alles kan je er niet in stoppen. Je armband niet, je onderbroek niet. Nou, laat hem even vallen. Je kan er bijna niks in stoppen behalve water. Een steen van die groter is dan de ingang, die kan er niet in, van de opening. Kijk even naar de jury. Dat is het goede antwoord. Yes. Gefeliciteerd! Top, top, yes! Woe! Wat mooi! Ja, hè? Lekker! Echt fantastisch! Ik hoop dat hij het nog doet en dat jij lekker Marokkaanse thee kan drinken. Of Hollandse, of Engelse, of... Marokkaanse munt thee. Singapore, India. Ik hou ook wel van Afrikaanse... Oké, nu is het mooi geweest. Masse. Later. Bedankt voor het kijken naar Casa Calvina. Volgende week weer een nieuwe aflevering. I love you.